Maanden krijgen we de meest afschuwelijke berichten vanuit Gaza. Beseffen we eigenlijk wel hoe ernstig dat het is? Meer dan 1 miljoen Palestijnen zijn onder voet, waaronder honderdduizenden kinderen. Er dreigt een massale hongersnood met duizenden doden tot gevolg. En dat, collega's, in 2024. Hallucinant. En er komt nog steeds veel te weinig humanitaire hulp en voedsel Gaza binnen. En de mensen die Gaza binnen geraken om hulp te verlenen, worden vermoord. Al meer dan 200. Collega's, hulpverleners, journalisten en burgers mogen nooit een doelwit zijn. Israël moet het internationaal recht respecteren. Ook oorlog heeft zijn regels. Meneer Borrell, niet alleen wij als Europees Parlement zeggen dit, maar ook de VN-veiligheidsraad en het internationaal gerechtshof. Wij vragen al weken voor een permanent staakt het vuren en het vrijlaten van alle gijzelaars door Hamas. Dat is de enige manier om verder leed te voorkomen. Ik hoop, meneer Borrell, dat u zo snel mogelijk namens de hele Europese Unie aan Israël duidelijk maakt dat als er zich niks blijft aantrekken van deze oproep en van de internationale gemeenschap, dat onze relatie op het spel staat.